Hey Schorpioen, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand december. Zoals jullie weten ga ik geen specifieke vraag stellen. Ga ik kijken in uw algemene energie. Ga ik dieper op ingaan met de tarotkaarten. En ik ga afsluiten met een Libes orakelkaartje. Dus we gaan even kijken voor de Schorpioen. Voor de maand december. Welke boodschap voor de algemene energie, voor het collectief, de Schorpioen, voor de maand december? Oei, dat is veel. Het kan zijn dat uw gedachten verspreid zijn over alles, waardoor dat het heel moeilijk is om je op één bepaald ding te focussen. Frustratie, tegenslag, teleurstelling. Oké, het kan zijn, Schorpioen, dat je te maken hebt met een teleurstelling of met een tegenslag. Dit kan natuurlijk gaan over, dat kan over alles gaan. Dat kan over een bepaald aspect gaan, dat kan in verband met een persoon gaan. We gaan daar zodra dieper op ingaan met de tarotkaarten. Maar er is hier een teleurstelling, er is hier een frustratie. Dus we gaan een keer kijken wat er eigenlijk nog meer mag uitkomen voor de Schorpioen. Zijn doordat je die tegenslag hebt gehad, doordat je je teleurgesteld voelt, dat je daardoor je gedachten niet op één punt kunt houden en dat die daardoor verspreid is over van alles en nog wat eigenlijk. Doordat je juist gefrustreerd bent. We gaan er dieper op ingaan en we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen voor de Schorpioen voor de maand december. Zo, dit gaat hier dus duidelijk over het verleden. Dit is eigenlijk nog niet losgelaten. Je moet daar nog een stukje van healen. Het kan zijn dat deze persoon u enorm heeft teleurgesteld, waardoor je innerlijk een beetje uit balans bent. En er wordt eigenlijk gevraagd om toch innerlijk in balans te komen en dat stukje te verwerken, dat stukje te healen. Maar dat gaat sowieso over iemand vanuit het verleden die nog niet volledig is losgelaten. Het kan zijn dat er toen een derde partij was meegemoeid. Hoeft natuurlijk niet voor iedereen te zijn, maar er ligt hier wel verdriet, treuren, energetisch nog niet losgelaten. En dat kan natuurlijk gaan over een vuurteken, ramleen, boogschutter. Hoeft natuurlijk niet, maar dit is wel iemand die er aantrekkelijk zeer goed uitziet. Heel vurig, heel passioneel, heel seksueel, heel ambitieus, heel creatief. En deze persoon weet wel wat hij wil natuurlijk. Het kan ook zijn, Schorpioen, dat jij in deze energie bevindt. Waardoor deze persoon zich teleurgesteld voelt, waardoor deze persoon u niet kan loslaten. Je kan ook te maken hebben met een waterman, hoeft natuurlijk niet, maar dit is wel iemand vanuit het verleden eigenlijk, die je nog niet hebt losgelaten, of deze persoon kan u energetisch nog niet loslaten. Maar we gaan er dieper op ingaan. En we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen. Want er ligt hier sowieso een vrouwelijke feminine, een vuurteken. Ofwel bevind jij je in een vrouwelijke vuurteken of gek te maken met een feminine energie. We gaan een keer kijken. Dit is wel iemand die zich in de steek gelaten voelt. Het kan zijn, Schorpioen, dat jij teleurgesteld bent en dat jij je in de steek gelaten voelt door een bepaalde persoon.
waardoor dan er mentale conflicten zijn. Er zijn mentale conflicten. Het kan zijn, schorpioen, dat u in de steek gelaten voelt door een bepaalde persoon. Het hoeft natuurlijk geen vuurteken te zijn, want ik heb ook aarde- en luchtteken natuurlijk. Maar er zijn conflicten tussen u en deze bepaalde persoon. Ik heb het gevoel dat jullie met iets niet in overeenkomen, waardoor dat er teleurstellingen ligt. En dat brengt van tegenslag, van frustratie eigenlijk. Omdat er altijd maar mentale conflicten zijn. Want er is iemand die eigenlijk op een kruispunt staat. Iemand heeft het hart gevoelens geblokkeerd. En kan op dit moment geen keuze maken eigenlijk. Waardoor dat er hier een gebrekkig energie rondhangt. Want uiteindelijk is dat iemand die zeer zelfzeker is, maar toch bevindt deze persoon zich in een onzekere energie. Dus eigenlijk meer in een gebrekkig energie. Het kan natuurlijk zijn door die mentale conflicten dat je in jezelf hebt of dat je met de andere persoon hebt, dat dit u van onzekerheid biedt. Ja, het kan zijn de conflict waar je met deze persoon zit, dat het uitzichtloos is. Dat is iets zet van, gaat dat eigenlijk wel stoppen? Ja, daar komt daar een bevrijding in. Het kan zijn dat je te maken hebt met een andere schorpioen, hoeft natuurlijk niet. Maar er komt hier eigenlijk een bevrijding van iets dat uitzichtloos is. Ik heb het gevoel, schorpioen, dat jij aan het transformeren bent. En dat jij een awakening gaat ervaren. Dat jij bewust gaat worden van iets, waardoor dat je uiteindelijk een keuze gaat kunnen maken. Waardoor dat je uiteindelijk wakker gaat worden en weten van, oké, dit is de tegenslag, dit is mijn teleurstelling, ik heb dat frustratie om, maar er is iets dat uitzichtloos is en ik ga ervoor zorgen dat er daar een bevrijding in komt. Want er gaat iets rechtgezet worden. Er moet ook iets rechtgezet worden. Maar het kan zijn dat deze persoon op dit moment zich heeft teruggetrokken en dat er geen communicatie is tussen u en de andere persoon. Omdat er op dit moment een time-out is eigenlijk. Iemand is eigenlijk alles op rijtje aan het zetten en denkt op dit moment heel veel na. Ik weet niet wie dat eigenlijk teleurgesteld is. Jij gaat het beter weten wie dat er op dit moment teleurgesteld is. Maar ik heb het gevoel, jij een beetje, maar de andere persoon ook natuurlijk. Maar we gaan een keer verder kijken en zien wat er nog meer mag uitkomen. Want energetisch kan er iets niet losgelaten worden. Het gaat niet. Het lukt eigenlijk niet. Maar er is iets wat je gaat moeten afsluiten. Met de wereld die ik daarnet heb gezien. Er is een bepaalde fasecyclus. Jij, schorpioen, gaat dat moeten afsluiten. Het kan zijn dat jij je energetisch zich nog vastklampt aan een bepaalde persoon natuurlijk. En dat dat op dit moment een uitzichtloze situatie is. Het kan zijn dat je teleurgesteld bent in jezelf. En dat je dit allemaal gaat moeten loslaten. En dat je van dit die onzekerheid geeft. Dus niet wat dat resoneert. Het gaat voor iedereen verschillend zijn. Maar we gaan een keer dieper invoelen. Ik ga het gewoon zo doen. Want die kaarten, die zijn mij vandaag niet zo gunstig op gebied van schudden. Oké, het kan. Ja, ik heb toch meer het gevoel. Schorpioen. Energetisch hangt je eigenlijk nog vast aan een bepaald iets. Maar toch zijn de emotioneel niet vervuld. Toch heb je het gevoel van, ik verveel mij. Het interesseert mij niet, ik wil het afwijzen, ik wil het niet meer. Maar toch blijft het aan u vastklampen, toch blijft het aan u vasthangen eigenlijk, waardoor dat dat voor u een teleurstelling is naar uzelf toe. Waardoor dat je zoiets hebt van, kijk, ik wil daar een bevrijding in. Ik wil eigenlijk dat er een nieuw leven in mijn leven wordt ingeblazen eigenlijk. Want ik wil mij niet meer energetisch vastklampen aan een bepaald persoon of aan een bepaald gebeurtenis, gevoelens of zo, waardoor dat je uiteindelijk nu aan het focussen bent op het probleem.
Eigenlijk zijn ze van het universum u een spiritueel kalkje aan het aanbieden met de oplossing in. Dus misschien is het beter om een keer iets van het andere hoek te bekijken, zodat je uiteindelijk die oplossing kunt waarnemen, zodat je weet waar die teleurstelling in ligt, waar die frustratie er natuurlijk in ligt. Want er zijn conflicten met die één bepaalde persoon. Ik heb wel het gevoel, eens dit gaat kunnen waarnemen, dan ga je wel natuurlijk jezelf kunnen waarderen. Ga je het gevoel hebben van, oké, ik kan mezelf waarderen en ik ga die nieuwe energie naar binnen laten vloeien uiteindelijk. Het kan zijn dat je op dit moment, of dat de andere persoon zich heeft teruggetrokken om tot introspectie te gaan, maagdenergie. Iemand die op zoek is naar antwoorden, die aan soul searching aan het doen is eigenlijk, die eigenlijk alles aan het onderzoeken is. Waardoor dat jij het gevoel gaat hebben van, stel, gaat mijn persoon eigenlijk wel nog terugkeren? Gaat mijn persoon wel nog interesse hebben in mij? En dit is iets wat je eigenlijk een beetje van angsten geeft. Het gevoel hebben van, ben ik wel nog emotioneel open naar deze persoon toe? Maar ook weer het gevoel hebben van, maar ja, gaat die persoon mij eigenlijk niet afwijzen? En daardoor hangen jullie eigenlijk energetisch nog vast aan elkaar. En gaat er wel onderzoeken worden gedaan in zichzelf natuurlijk. Maar het kan ook zijn, Schorpioen, dat jij gewoon zoiets hebt van, nee, ik wil niet meer. Ik wil dat nieuw pad bewandelen en ik ben niet meer geïnteresseerd in deze één bepaalde persoon, want ik heb meer opties. Ik voel dat er meer opties zijn, dat je meer opties hebt natuurlijk. Dus het zou kunnen dat je deze ene persoon gaat afwijzen. Omdat je wel nog wat andere opties rond je hebt of dat je je opties gewoon open laat staan. Het kan zijn dat het op dit moment allemaal zeer verwarrend is, zeer confusend is en dat je niet goed weet wat dat je moet kiezen eigenlijk. Vandaar dat je je opties open laat staan. Maar probeer geen luchtkastelen te bouwen eigenlijk. We gaan even kijken naar de potentiële uitkomst, wat er dan nog meer mag uitkomen voor de schorpioen. Ik zie het niet goed. Ja, het kan zijn dat je toch ergens wel een verzoening gaat willen, of de andere persoon gaat een verzoening willen. Het is visenergie. Ik heb heel sterk het gevoel dat je toch te maken hebt met een water. Teken. En deze waterteken bevindt zich in een vuurenergie. Dus deze waterteken, visenergie, kan er voor u wel heel mooi uitzien, heel aantrekkelijk uitzien. Heel erg vurig eruit zien. En ik heb wel heel sterk het gevoel dat je te maken hebt met een visenergie. Of deze persoon heeft dat in zijn haar maanteken, ascendanteken, zonteken. Of heeft ook maagteken, leeuwteken, boogschutterteken, ramteken in zijn haar ascendant of maanteken of zonteken. Dit is wel iemand die... deze persoon wil eigenlijk gewoon een verzoening. En vanuit vriendschap daar bekijken hoe het verder tussen jullie gaat verlopen. Maar aangezien dit hier uw reis, heb ik meer het gevoel dat je emotioneel niet open staat. Maar je voelt wel dat je energetisch nog verbonden bent met deze ene persoon. Je hebt met die persoon een zielscontract. Je moet eigenlijk iets tot stand brengen. Je moet eigenlijk iets uitwerken tussen u en de andere persoon. Maar jij laat uiteindelijk wel je opties openstaan. Maar deze persoon wil eigenlijk een verzoening. Dit is iemand die in zijn haar leven op dit moment een vertraging voelt. Stagnatie voelt. Het kan zijn, Schorpioen, dat jij een verzoening wilt met een bepaalde persoon. Waardoor dat het voor u een vertraging geeft. Een stagnatie geeft. Maar er gaat hier spiritueel... Ik ga het anders zeggen. Er worden hier eigenlijk inzichten gegeven van het universum om spiritueel wakker te worden, om iets vanuit een andere hoek te bekijken. Eigenlijk. Ofwel gaat het jij moeten doen, wilde jij die verzoening, ofwel heb je te maken met een ander waterteken, met vuurenergie, en dat deze persoon deze verzoening wil. Je hebt daar wel een zielscontract mee. En er moet iets uitgewerkt worden. Maar ik heb het gevoel dat jij daar niet voor open staat.
dat heb ik heel sterk het gevoel, je staat er niet voor open of je hebt een angst waarvoor dat je denkt dat de andere persoon je gaat afwijzen. Eén van de twee gaat afgewezen worden. Ofwel ga jij iemand afwijzen, ofwel is de andere persoon die u gaat afwijzen. Nee, wat dat resoneert, hè. Toch blijft nog steeds vice versa. Ik heb nog één kaartje nodig. Ja, deze persoon is eigenlijk die verzoening aan het manifesteren. Ja, maar ik heb heel sterk het gevoel met de doodskaart. Het is eigenlijk tot een eind gebracht. En dit is iets wat dan losgelaten moet worden. Het kan zijn, Schorpioen, dat jij aan het transformeren bent. Ik heb twee transformatiekaarten. Dus jij bent eigenlijk alles aan het transformeren. Waardoor dat je die veranderingen gaat laten binnenkomen. Er is iets tot een eind gebracht. En dit is wat je gaat moeten loslaten. Zeker met die zielscontract die je hebt. Loslaten tot een eind. Dus je gaat het wel moeten loslaten. En ombuigen naar een transformatieproces. Maar deze persoon is u eigenlijk aan het manifesteren. Deze persoon is eigenlijk een verzoening aan het manifesteren. Want deze persoon, ik weet niet of deze persoon dit beseft, maar deze persoon heeft in zijn haar leven op dit moment vertraging, stagnatie. Omdat die persoon u volledig aan het manifesteren is. Ik weet niet of deze persoon het beseft dat hij, zij alles vertraagt in zijn haar leven. Omwille van het manifesteren, om u te manifesteren in een verzoening. Nee, wat dat resoneert, hè. Schorpioen, het kan zijn dat jij deze ene persoon aan het manifesteren bent, waardoor dat jij die vertraging voelt, hè. Waardoor dat jij voelt van, ah, alles stagneert hier, alles blijft hier staan, ik ga niet vooruit, ofwel zijt het jij, ofwel is de andere persoon. Dus nee, wat dat resoneert. We gaan een keer kijken wat de romantische engelen voor boodschapjes hebben voor de schorpioen. Kijk, ik doe het dek open. Zo in synchroon zijn mijn kaarten. Zielsverwant, verzoening. Dit is iemand die een verzoening wilt. Ofwel ben jij het, ofwel is het de andere persoon. Ik heb al een heel sterk vis, tweeling, maagd, leeuw, schorpioen. Oh, ga ik kijken. Voor de schorpioen. Ik had mijn vraag nog niet volledig gesteld, vandaar dat ik de kaart heb teruggenomen. Maar als je het wil weten, je zou optimistisch moeten blijven in verband met je liefdesleven. Dus we gaan even kijken, een boodschap voor de schorpioen. Ja, voor de schorpioen. Je even terugtrekken. Het is nu de tijd om je even uit de wereld terug te trekken. Dit is wat er eigenlijk wordt gevraagd om waarschijnlijk die uitzichtloze situatie tot een eind te brengen eigenlijk. Want onderaan, je verdient liefde. Je bent beminnenswaard. Probeer dit een keer elke morgen te zeggen. Probeer dit als affirmatie te zien. En spreek dat elke morgen een keer uit. Ik ben beminnenswaard. En dat gaat de energie al heel sterk veranderen. Zo schorpioen, ik hoop dat je toch boodschappen hebt kunnen vinden in deze reading, dat je toch duidelijkheid hebt kunnen vinden in deze reading. Ik blijf jullie super hartelijk bedanken voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. En ik zie jullie later terug. Bye bye!